Goedemiddag allemaal. Leuk om te zien dat er weer zoveel belangstelling is om de Duitse markt te veroveren. Voordat ik ga losbarsten met een poging om jullie binnen 20 minuten klaar te stomen om de Duitse markt te veroveren, wil ik graag even weten wie u bent. En daarom heb ik even een vraag. Wie van u overweegt op dit moment om te starten in Duitsland? Dat is dus, ik denk wel meer dan de meerderheid. En wie van u is inmiddels al gestart in Duitsland? Oké, dat zijn er ook al aardig wat. Dan vraag ik gelijk even deze meneer hiervoor. Is het mogelijk om even een microfoon erbij te halen? U steekt uw vinger op dat u bent gestart in Duitsland. Hoe lang bent u al actief? Ik heb 3 jaar geleden een bedrijf overgenomen en die was al, denk 20 jaar actief in Duitsland. En ik verhuur zeiljachten in Nederland en 60% van mijn doelgroep is Duits. Oké, dus u had gelijk een lucratieve niche. En de Duitsers, u wist eigenlijk ook al dat de Duitsers wel te zitten te wachten op uw product. Nou, dat is natuurlijk een ideale uitgangssituatie om te starten in Duitsland. Voordat we verder gaan, eventjes naar de markt kijken. Over het algemeen kan je zeggen dat de Duitse markt 5 keer zo groot is als de Nederlandse markt. 29 miljard euro omzet schatten wij dat de e-commerce markt zal zijn in 2011. Waarvan 22 miljard gaat naar online verkopen van producten. En 7 miljard naar het online verkopen van diensten. Dat zou betekenen een groei van 16%. En we zien ook achter ons dat Google ook in Duitsland erg groot is. Via de zoekmachine en de zoekpartners van Google kan je in principe 93% van de Duitse internetters bereiken. Als je een stapje verder kijkt, dan zie je dat de markt 83 miljoen inwoners kent. Maar dat van deze 83 miljoen inwoners slechts 54 miljoen op het moment echt gebruik maakt van het internet. Dus dat is de potentiële doelgroep van u. In principe loopt de markt dus wat achter op de Nederlandse markt. Dat betekent niet dat als u in Duitsland start, dat de concurrenten dan dus ook achterlopen en dat het voor u vrij gemakkelijk zal zijn om die Duitse markt te veroveren. Dat is vaak juist niet zo. Maar het is wel goed om daar rekening mee te houden. Ik zal zometeen ook een aantal praktijkvoorbeelden laten zien waaruit dat blijkt. Als we naar onze klanten kijken en naar bedrijven in het algemeen die starten in Duitsland, dan zien we dat ze verschillende fases doorlopen als ze naar Duitsland gaan. Nou, de eerste fase is natuurlijk de startfase, waarin je een Duitse website goed wil neerzetten. In de volgende fase wordt het steeds belangrijker als die site staat om aan marketing te werken en te zorgen dat u uw doelgroep bereikt en dat u steeds groter bereik krijgt met uw succesvolle webshop op dat moment. En tenslotte zie je dat de bedrijven die er succesvol zijn op de Duitse markt er niet aan ontkomen dat je uiteindelijk meer Duitse mensen zal moeten gaan aannemen. En dat kan of intern in uw bedrijf, maar dat kan ook in een vestiging in Duitsland. En dat is natuurlijk afhankelijk per situatie wat voor u het beste zal gaan werken. Wat heel belangrijk is, ik kom zo op de voorbeeld terug. Wat heel belangrijk is, is dat het niet zo werkt dat je eigenlijk kan zeggen, ik heb hier een Nederlands succesvolle webshop. Die ga ik nu 1-op-1 kopiëren naar Duitsland met een vertaling en betaalmethodes erbij. En dan zal dat in Duitsland ook gaan lopen. Want we zien heel vaak dat als je hier een sterke concurrentiepositie hebt opgebouwd, dat dat in Duitsland niet altijd direct heel sterk gaat werken, omdat je daar misschien een heel andere concurrentiepositie hebt. Ik heb hier even een voorbeeld genomen van 2 jonge heren in principe nog, die een heel succesvol concept hebben opgezet, taartenwinkel.nl, zijn in 2007 bij ons gekomen omdat ze met taartenwinkel.nl ook graag naar Duitsland wilden gaan. Nou, taartenwinkel.nl is een platform waarop je taart kan bestellen voor een promotionele actie, een jubileum van je bedrijf of gewoon een verjaardag of met Valentijn. En dan krijg je bij wijze van de volgende dag door een plaatselijke bakker bij jou in de buurt een verse taart geleverd. Nou, werkt natuurlijk hartstikke goed. Wat heel belangrijk is, is dat ze ook een netwerk hebben van bakkers die dus hun taarten kunnen bezorgen. Als je naar Duitsland gaat, betekent dat je dus niet alleen een potentie 5 keer zo grote markt hebt, maar dat je dus eigenlijk ook veel meer bakkers hebt die je in je netwerk moet gaan opnemen. Nou, we hadden net over de groeifase. Normaal gesproken begeleiden we bedrijven in zo'n 3-4 maanden tijd om een goede start te maken in Duitsland. Dus dat de basis goed staat. In dit geval, omdat het bakkersnetwerk moest worden opgebouwd, had je met een aanloopperiode te maken van 1,5 jaar. En die 1,5 jaar moest dus al wel een Duitse medewerker worden ingericht en de basis gelegd worden voor de start in Duitsland. Dus dat moet je van tevoren wel realiseren als dat op je van toepassing kan zijn. Of je daar dus ook de middelen, het budget voor hebt en ook de tijd om dat op deze manier op te gaan zetten.
Nou, allereerst, als u gaat starten in Duitsland, dan wilt u natuurlijk de ideale Duitse webshop hebben. Dus een webshop die in principe alle Duitsers aanspreekt. Nou, wij hebben intern natuurlijk en met klanten samen heel vaak over nagedacht hoe zo'n webshop er nou uit zou moeten zijn. En wat zo'n webshop echt ideaal maakt voor de Duitse markt. Nou, dan zie je een aantal punten. Je ziet daarbovenin dat er meerdere specialisten aan zo'n site moeten gaan werken. Je ziet dat de Duitse advocaat staat erbij. Het is belangrijk dat een website voldoet aan de toch strenge consumentenwetgeving in Duitsland. Dat je dus daar geen claim krijgt. In Duitsland heb je iets meer een claimcontuur dan in Nederland. Dus gewoon zaak om dat van tevoren goed te gaan regelen. Daarnaast zit je natuurlijk met je verzending. Dus hoe ga je producten naar Duitsland verzenden? Hoeveel gaat je dat kosten? Hoe lang duurt de verzending? Kan je dan wel concurreren? En vooral, hoe ga je om met retouren? Een andere belangrijke vraag is de klantenservice. Nou zag ik dat een aantal mensen hier al gestart zijn in Duitsland. Wie van u heeft op dit moment al Duitse medewerkers in dienst? Aha, ik zie daar die dame. Even een vraagje. Met hoeveel Duitse medewerkers werken jullie? Met eentje. Was het een goede keus? Ja, het is voor ons een goede keus geweest. Het is een Duitser die, ik denk nu een jaar ook in Nederland woont. Dus hij spreekt beide talen. En voor ons was het heel positief om diegene wel gewoon bij ons in het bedrijf te hebben. Zodat hij ook direct in contact kan staan met magazijn en dergelijke. Ja. En wat voor taken doet ze nog meer? Doet ze ook aan de klantenservice bijvoorbeeld? Ja, de klantenservice, de e-mail en de chat. En dan dat eigenlijk alleen. En dan ondersteuning voor de rest in het bedrijf als het niet zo druk is natuurlijk. Dus dan zijn we nog maar net begonnen. Ja. Nou ja, dat zijn dus ook de reacties die we over het overwegend krijgen. Kijk, heel veel bedrijven of webshoppers willen het liefst de klantenservice geheel uitbesteden aan een ander bedrijf. Wij krijgen ook heel de vraag van, goh, kunnen jullie niet de telefoontjes oppakken of kan je niet de e-mail gaan beantwoorden? Alleen het probleem is, op het moment dat je het gaat uitbesteden, loop je er heel snel tegenaan dat er onvoldoende productkennis is. Dus krijg je uiteindelijk heel veel vragen weer terug in het bedrijf, waardoor je er toch veel tijd aan kwijt bent. En daarnaast zien we dat als je een Duitse medewerker aanneemt, je niet alleen de Duitse klantenservice veel beter kan oppakken, maar dat je Duitse medewerker ook voor allerlei andere zaken kan inschakelen. Ik sprak bijvoorbeeld nog op de beurs een klant van ons die best wel moeite had. Ze zit in Groningen om een goede Duitse medewerker te vinden. Nou, hebben ze het uiteindelijk zo opgelost. In Groningen zijn natuurlijk heel veel Duitse studenten. Dus hebben ze voor elke dag een ander student aangenomen, zodat ze elke dag toch een klantenservice hebben. En ze hebben elke student een deelgebied gegeven. Dus ze hebben gevraagd van, goh, wat vind je leuk om te doen? Bijvoorbeeld een persbericht schrijven, bijvoorbeeld linkbuilding, allerlei zaken, contentoptimalisatie van de website, allerlei zaken die toch geregeld moeten worden. En hij zegt, dat werkt gewoon super. Die mensen zijn heel enthousiast, vinden het leuk om dat bedrijf naar Duitsland te helpen. En je hebt ook gelijk een oplossing voor je klantenservice. Dus dat, een advies van ons is eigenlijk heel snel om te kijken of je dat niet toch intern met een Duits sprekend persoon kan oplossen. Ja, verder, betaalmethodes is natuurlijk belangrijk. Ideal heb je in Duitsland niet, dus je zal toch met Duits betaalmethodes moeten komen. Een belangrijke betaalmethode is bijvoorbeeld die sofortüberweisung of Giropay, PayPal. Dat zijn belangrijke methodes die je kan toepassen in je shop. Nou, je hebt hier allerlei payment providers. De ene biedt ze wel allemaal aan, de andere nog eentje niet. Maar er zijn meerdere payment providers die ze aanbieden, dus het is even goed om offertes aan te vragen en te kijken welke payment provider het beste bij je past. Maar zeker ervoor te kiezen om de belangrijkste betaalmethodes aan te gaan bieden. Nou ja, en de Duitse marketeer en SEO-specialist natuurlijk ook erg belangrijk. Google is een van de laagdrempeligste manieren om op Duitsland te starten. Terwijl rekening mee houden dat u niet de enige bent die gebruik maakt van Google. Het zijn er steeds meer bedrijven die dat doen. Dus de kosten per conversie en de concurrentie en dergelijke is natuurlijk wel van belangrijk. En daarom is het vaak ook aan te raden om een goede focus te kiezen. Dus niet te denken van, goh, in Nederland heb ik een mooie grote campagne. Nou, die ga ik helemaal overzetten naar Duitsland en dan gaat dat ook lopen. Want dan worden de kosten vaak vrij hoog en is het ook moeilijker om gewoon die campagne te optimaliseren. We zien dat het vaak effectiever is om te kijken met welke producten of productgroepen kan ik echt goed concurreren en daar gerichte campagnes voor te bouwen. En dan kan je het ook makkelijker vervolgens uit gaan bouwen. Nou, als je een ideale Duitse shop hebt, dan is het natuurlijk belangrijk dat je een shop hebt die dus aanslaat in de markt. Nou, we hebben het hier over Avocado Store. Dat is de start-up 2010 in Duitsland. Spelen heel handig in op de behoefte om milieuvriendelijke geproduceerde producten te kopen. En die kan je dus daar bestellen. En dat is een marktplaats waarin dus allerlei aanbieders die milieuvriendelijke producten verkopen, samen op dit platform aanbieden. Dus op deze manier, dit is in 2009 opgericht, dus het kan wel degelijk snel gaan als je met een goede propositie in Duitsland start. En dat is vaak ook direct de kunst. Op het moment
dat je een goede propositie hebt, wil je natuurlijk ervoor zorgen dat je shop of je aanbod bekender wordt. Nou, we hebben het al over Google gehad, maar er zijn natuurlijk veel meer kanalen. Affiliate marketing, je kan een bannercampagne starten, radiocampagne, tv-campagne. Alles is mogelijk, maar overal hangt een prijskaartje aan vast. En als je met zo'n grote markt bezig bent, dan zijn de kosten per conversie vaak de uitdaging. Want je wil wel een stukje branding gaan doen. Je wil wel ervoor zorgen dat je afzetvolumes groeien. Maar je hebt ook een bepaald budget met dat je werkt. Ja, en je speelt vaak wel concurreren met topconcurrenten in Duitsland. Ja, Duitsland is 5 keer zo groot. Dus die concurrenten die hebben vaak een heel groot budget. Dus je moet altijd kijken in hoeverre je daarin mee kan gaan. Nou ja, als je wil kijken van, je hebt een goed concept, waarmee kan je nou de meeste Duitsers bereiken? Dan zie je natuurlijk nog steeds dat radio en tv, dat je daarmee het grootste bereik hebt. Waarbij je wel ziet dat internet enorm hard aan het groeien is. En ik heb hier een voorbeeld dat je, als je in Duitsland start, het best dat ook heel gefaseerd kan doen. Dit is een voorbeeld van een shop, waarvan ik de naam niet ga noemen, die heel enthousiast is gestart. Gelijk van dag 1 in principe affiliate marketing heeft aangezet. Dat kunt u daaraan zien. We hebben hier 2 grafieken. Eentje, de bovenste, is de traffic en de onderste is de verkoop, de aantal conversies. Nou, wat je hier ziet is dat vanaf dag 1 gelijk affiliate marketing werd aangezet. De site was geoptimaliseerd, groot enthousiasme, alles moest voorbereid worden, alles moest live gaan. En op dat moment zie je dus dat in het enthousiasme ook affiliates mee gaan doen en denken, is inderdaad een leuk product. Alleen zaten er toch wat foutjes in het bestelproces, de site was nog niet helemaal perfect. En dan zie je dus dat het nog niet direct goed converteerde. Dus wat doen die affiliates? Die vinden het wel leuk, maar dat levert hun natuurlijk niets op. Dus een aantal dagen stappen heel veel affiliates weer uit. En die ben je dus voorlopig kwijt. Nou, vervolgens zie je wel dat de site geoptimaliseerd werd, de propositie werd geoptimaliseerd. En op een gegeven moment gaan de conversies harder groeien dan de traffic. En dat is natuurlijk gunstig voor je kosten per conversie op dat moment. Ik heb hier nog een interessant voorbeeld waar we van kunnen leren. Opwaarderen.nl, een site dat op dit moment het heel goed doet in Nederland. Kan je online je beltegoed gaan opwaarderen. Vorig jaar voor het eerst in de Twinkle Top 100. Nou, ze zijn nu ook in Duitsland actief met de website naam aufladen.de. Dat is in principe de vertaling van opwaarderen.nl. Nou, werkt ook, want ze zijn ook gelijk goed vindbaar. Ze staan op nummer 1 als je het woordje aufladen intoetst. Maar de markt is in potentie 5 keer zo groot. Alleen het zoekvolume op het woordje aufladen ten opzichte van opwaarderen is slechts 1,5 keer zo groot. Dus wat moet je dan gaan doen? Dan moet je dus, het probleem is in dit geval, dat de Duitse consument zijn beltegoed gaat opwaarderen via de winkel. Dus nog offline. Dus zich eigenlijk nog niet ervan bewust is dat je het ook online kan doen. Dus op dat moment dat hun echt optimaal gebruik willen maken van de potentie van de markt, dan zullen ze de kar moeten gaan trekken en moeten ze de Duitse consument ervan bewust gaan maken dat je dus tegenwoordig je beltegoed ook heel makkelijk online kan opwaarderen. Nou, daar zijn ze dus mee gestart. En ter ondersteuning van de zoekmachine marketing en de banner. De webvertising zijn ze gestart met radiocampagnes, waardoor ze dus op die manier de Duitse consument daarvan bewust gaan maken. Nou, dat kost natuurlijk geld. Je ziet ook duidelijke effecten op de traffic en op de conversies. Maar goed, je hebt dan natuurlijk mensen die nog niet direct beltegoed willen opwaarderen, maar die wel kijken en klikken. En, ja, dus de effecten zijn lange termijn waar je wel in moet gaan investeren. Nou, tot slot heb ik nog een voorbeeld van een klant, sunweb.de. Daar zijn we nu sinds 2008 mee bezig. Nou, een bedrijf natuurlijk die heel goed weet hoe je marketingkanalen op elkaar moet afstemmen. Heel andere vermogenspositie dan bijvoorbeeld een taartenwinkel, een wat kleiner bedrijf. Die op lange termijn een strategie hebben uitgezet waarin ze dus alle kanalen optimaal op elkaar afstemmen. Ze hebben daar ook gelijk geïnvesteerd in een Duitse vestiging, Duitse marketingmedewerkers en een Duitse marketingmanager. En je ziet dat dat gewoon heel goed werkt. En daarmee wil ik eigenlijk ook deze presentatie afsluiten. Als je in Nederland succesvol bent, dan is er zeker potentie om dat succes te kopiëren naar Duitsland. Alleen een 1-op-1 kopie met een vertaling en Duitse betaalmethodes blijkt in de praktijk gewoon vaak onvoldoende. Dus het is echt goed om je goed te informeren, goed te analyseren waar je kansen liggen en vervolgens op basis daarvan naar Duitsland te gaan. En dat kan misschien betekenen dat je niet met je Nederlandse, bijvoorbeeld Magento Shop, naar Duitsland gaat, maar dat je misschien zegt, nou, we moeten een heel andere shop voor die Duitse markt gaan ontwikkelen. We moeten een hele andere doelgroep heel gericht gaan aanspreken. Want als je een assortiment hebt voor elke product en productgroepen, zien we steeds meer, krijg je verschillende concurrenten. Dus de vraag aan u is, met welke product, een productgroep of met welke propositie kunt u zometeen het beste gaan concurreren op de Duitse markt?